Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik moet zeggen, de afgelopen dagen waren redelijk heftig. Je hebt waarschijnlijk ook wel gemerkt dat de volle maan energie serieus was. Dat we gepusht werden om oude zaken nog eens door te voelen, nog eens aan te kijken. Om het dan voor eens en voor altijd los te laten. En dat is ook de reden waarom dat ik gisteren en zondag geen video opgenomen heb. Omdat ik het één niet voelde. En zoals je wellicht al weet, als je me een tijdje volgt, dan creëer ik alleen maar content als ik het echt voel. En als ik me ook wel voel dat ik verbonden ben met de hogere energieën en dat ik echt wel goed gegrond ben. En dat was geen stukje die de laatste twee dagen eigenlijk er niet was. Ik voelde die gronding niet. Ik voelde dat mijn lichaam eigenlijk alle energie nodig had om de hogere energieën te gebruiken. Dus ik had niet veel extra meer nodig. En dat maakte natuurlijk, nu zijn de energieën ook iets rustiger aan het worden. En naarmate dat we de week verder gaan, ga je merken dat het nog rustiger wordt. Maar dat betekent niet dat je geen gebruik meer kan maken van de energieën om je leven op een positieve manier te gaan veranderen. Want hetgeen wat ik gemerkt heb, in de aanleiding van de volle maan. In de vorige video had ik al gesproken over het stuk rond die voorouderlijke pijnen, die voorouderlijke wonden en zo, om dat te healen. En ik merkte dat zelfs nu in het weekend, ook al is dat getransformeerd, is het aangekeken, is het geheeld, dat het eigenlijk op een of andere manier toch wel weer boven kwam. En toen ik daar vanmorgen over ging gaan mediteren, gaan voelen, dan kreeg ik eigenlijk als boodschap dat eigenlijk de bedoeling is dat we bewust worden over de illusies. Over de illusies die we zien in de 3D-wereld, over de materie. En dat is hetgeen dat heel veel mensen tegenaan lopen. En zeker als je in het begin wakker wordt, of dat je bewuster bent van die hogere energieën, van die andere 5D-wereld en zo. Dan is het gevaarlijk om de zaken die je merkt en ziet en de bewijzen die je ziet in de 3D, en dus de gevaren van een matrix, om dat als jouw waarheid aan te nemen. En om enkel nog maar keuzes te maken voor het oude, voor het systeem dat je kent, voor de manier van manifesteren, de manier van leven, de manier van wat dan ook te gaan doen. En dat is de reden waarom dat het eigenlijk het oude de afgelopen dagen nog eens naar boven gekomen is, weer aan bod gekomen is. Omdat je op die manier nog meer zou kunnen leren over de dualiteit en het verschil met wanneer je leeft in eenheid, wanneer je leeft vanuit dat licht, vanuit de liefde. En dat is ook hoe dat het gaat in manifesteren. Wanneer je manifesteert, dan ga je eigenlijk op een moeiteloze manier zaken gaan neerzetten, gaan aantrekken, naar je toe magnetiseren. En ga je niet vanuit de overtuiging, de oude overtuiging van hard werken en kansen die op je pad komen en zo, dat enkel maar daarmee te maken heeft. Nee, het manifesteren, het aantrekken van dromen, dat komt er net door intenties te zetten en dat focussen, afgestemde acties te ondernemen en ervoor te zorgen dat je energie uitgeleend is met het ontvangen van die wens. En daarom ook is het belangrijk om in deze tijd jezelf regelmatig te healen, zodanig dat je weer jezelf in balans kan brengen, zowel op mentaal vlak, dus ook met betrekking tot je gedachten. En ik merkte dat de afgelopen dagen, want dat is ook het teken in volle maan in waterman, en waterman is verbonden met het mentale lichaam, met de gedachten. Het was voornamelijk ook dat voor mij dan een hele uitdaging was. Ja, ik ben een maagd, dus denken is mijn, analyseren is mijn stokpaardje. Dus dat was een hele uitdaging om de gedachten die opkwamen, om die telkens te erkennen, telkens ook weer los te laten, omdat ze niet uitgeleend waren met de realiteit die ik wil vormgeven en met het hogere bewustzijn waarvanuit ik al een aantal jaren leef. Dus Die dualiteit ook op vlak daarvan kwam echt heel sterk naar boven de laatste dagen. Net omdat je nog zou
Net omdat je eigenlijk de keuze zou kunnen maken van wil ik gaan leven vanuit het oude bewustzijn en wil ik gaan leven en gaan geloven dat elke gedachte die op mijn pad komt, dat die waar is. En dan die daaraan gekoppelde emotie nog zorgt er dan voor dat je natuurlijk nog meer dat gaat gaan aantrekken. Want dat heb ik ook al gezegd. Het is niet altijd zozeer de gedachte die je hebt. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar het is nog belangrijker dat je gaat gaan kijken van welke emoties heb ik daaraan gekoppeld. Welke waarde geef ik daaraan. Maar je kan een positieve gedachte hebben die je eigenlijk emotioneel gezien niets van waarde heeft. Dus waar je heel neutraal op reageert. Terwijl dat je een andere gedachte hebt, een negatievere gedachte hebt, waar je eigenlijk heel heftig op reageert. Omdat er bijvoorbeeld hele diepe angstgevoelens daardoor naar boven komen. En dan ga je net ook dat veel meer aantrekken en gaan realiseren in jouw realiteit. En dat ga je dan ook weer heel snel zien in jouw fysieke wereld. Dan ga je tegen hele stomme technische defecten aanlopen. Dan ga je problemen ervaren. Dan ga je bijvoorbeeld plots in de file staan, noem maar op. Het kan zich echt op hele verschillende manieren gaan uiten. Maar ook alles kan teruggebracht worden naar van hoe zat ik in mijn energie, hoe zat ik in mijn vel, wat was ik aan het denken, wat waren de overtuigingen over wat had ik in, of en hoe ik in staat ben om te gaan manifesteren. En dat is hetgeen wat ik ook in het weekend, dus de dag voor de volle maan zelf ook weer ervaren heb, hoe dat dan ook daar weer die wisselwerking tussen je eigen mannelijke en je eigen vrouwelijke energie speelt. Wanneer dus dat je niet heel snel weer in balans kan komen en weer in die innerlijke staat van rust en vertrouwen kan komen, dan heb je het gevoel dat je eigenlijk overweldigd wordt door emoties. En zoals je weet, als je het overweldigd wordt, is het eigenlijk omdat er meer op je pad komt dan wat je toelaat. En dat kan aan beide richtingen natuurlijk. En wanneer je overweldigd wordt door emoties, dan is het eigenlijk jouw vrouwelijke energie die in overflow is. Die gaat gaan stromen, maar waar dat eigenlijk dan de mannelijke energie geen structuur of die emoties niet leidt. En daarom voelde ik in het weekend ook heel sterk de behoefte om de nabijheid van mijn tweelingvlam te ervaren, omdat hij meer in die mannelijke energie zit. En wat dat eigenlijk mij liet inzien, hoe dat het ook werkt in jezelf. Hoe dat het ook werkt en zich weer uit op verschillende vlakken. Dus mentaal, emotioneel en energie, maar ook fysiek, bijvoorbeeld knuffels. Wanneer iemand overweldigd wordt door emoties, en dat is hetgeen wat ik ook gezegd had aan mijn tweelingvlam, het enige wat ik nodig heb is dat je luistert en mij een knuffel geeft en zegt dat alles oké is. Omdat dat mij hielp om dan weer tot mezelf te komen en weer beroep te gaan doen op mijn eigen mannelijke energie. Om op een evenwichtige manier met de emoties om te gaan die naar boven kwamen. Maar dat is bijvoorbeeld het stuk van rondknuffelen. Liet mij ook inzien dat net doordat je die begrenzing dus eigenlijk van je fysieke lichaam ervaart en waar je dan voelt dat het fysieke lichaam van de ander begint, dan eigenlijk is dat ook een vorm van mannelijke energie, omdat je dan eigenlijk ook die structuur, die grenzen voelt letterlijk en helpt om jouw vrouwelijke energie van emoties eigenlijk te gaan leiden. En dat is dan eigenlijk ook het andere stuk wanneer je dat dan doortrekt naar seksuele energie en intieme contacten, waar dat je de seksuele energie volledig door je lichaam laat stromen. Dat is dan eigenlijk dan meer die vrouwelijke energie, waarin je meegaat in die flow en die stroom. Nu, als je inderdaad ook een aanleiding van de volle maan of op een gelijk welk ander moment jezelf opmerkt dat je vastzit in een loop van negatieve gedachten en zelfkritiek, dan kan je eigenlijk hulp vragen aan je lichtwezens en aan de universele vlammen. En je kan je eigen actieve transformatiekracht gebruiken, dus je gedachten, om dat allemaal gaan te transformeren. Excuseer, dat zijn ook angsten die loskomen. Dus ik heb een aantal notities gemaakt zodat ik niet te ver zou afwijken en bij de point zou blijven. Maar dus je zou kunnen zeggen, ik transformeer alle negatieve gedachten en zelfkritiek en ik vraag hulp om goede dingen te denken. Dit of iets beters, dank u. Waarom dit of iets beters? Omdat je dan eigenlijk het uiteindelijke resultaat loslaat en ook ruimte maakt, zodat het hoogst mogelijke pad naar jou toe komt. En dank u, omdat dankbaarheid een van de hoogst trillende emoties is. Dus wat je maakt,
dat je hoogtrillende zaken aantrekt. Dus en wil je dan komen tot het punt dat je ook weer gelukkiger bent en gelukkiger voelt in het leven, dan is het eigenlijk belangrijk om te beseffen dat alle angsten die er zijn, eigenlijk beelden zijn die gecreëerd worden door je gedachten, dus door je mind. En die bestaan ook enkel maar in je mind, in je gedachten. Die bestaan ook nergens anders, niet in energetische vorm. Jawel, als je natuurlijk je gedachten als energie beziet, maar dus niet als een realiteit die er nu al is. Wanneer je natuurlijk blijft aandacht en kracht geven aan je angsten, dan is dat inderdaad wel een realiteit en een tijdslijn dat je kan en zal manifesteren. Dus probeer manieren te zoeken zodanig dat je energie zelf weer kan verhogen. Door bijvoorbeeld naar muziek te luisteren, door gewoon te dansen, door hek te doen, door echt het kind weer aan jezelf naar boven te halen. Maak zandkastelen, ga in de bomen klimmen. Het maakt niet uit wat dat is, zolang dat jij je weer beter voelt en dat jij je weer goed voelt. En daaraan gekoppeld is het ook belangrijk om heel bewust te zijn. Ik word hier helemaal omgeven door de natuur en allerlei insecten komen mij afleiden. Dus is het ook belangrijk om bewust te zijn wat je zegt en denkt. Dus zeg niet wat als puntje, puntje, puntje of wat als puntje, puntje, puntje. Maar zeg gewoon en wat dan nog. En dat geeft jou de kans om je eigen negatieve denken om te keren in een positief stuk. En als laatste tip wil ik nog meegeven. Wees gewoon zelfzeker in wie dat je bent. Het maakt niet uit wat de anderen van je denken. Het maakt niet uit wat de anderen zeggen dat mogelijk is. Als jij het voelt en als jij het ervaart in de diepste van jouw zijn, dan is daar een reden voor. En dat is omdat jij jouw ziel dat wenst vorm te geven, dat wenst te ervaren. Dus geef ook daar je kracht niet weg aan anderen. Als jij voelt dat dat in je toekomstlijn ligt en dat dat mogelijk is, doe er dan alles aan om daar positief over te blijven denken. Geef het ook voeding. Stuur er jouw energie naartoe. Geef het aandacht. En geef je droom veel meer aandacht dan al de wat-als scenario's. Want dat zijn niet de dingen die je wilt manifesteren. Zo, dat was het voor vandaag. Ik heb ook een heel leuk idee bedacht. We gaan binnenkort ook een weggever doen. We gaan boeken weggeven. Boeken die mij de afgelopen jaren, de ene wat meer dan de andere natuurlijk, hebben inzichten bijgebracht, geholpen in mijn groei. En omdat ik het jammer vind dat ze hier maar in mijn kast liggen te liggen, dacht ik dat ik samen met mijn kinderen een leuke winactie of weggeefactie eigenlijk ga doen. Dus als ik het goed voor heb, goed herinner dat mijn kinderen goed geteld hebben, dan gaan we 16 boeken weggeven. En dat kan je dan, als je daar zin in hebt, gewoon dan jouw naam in de post dan zetten. En dan gaan de kinderen daar één uitkiezen. Een onschuldige kinderhand. Maar daarover meer in een volgende of een van de volgende video's. En zo. Ik hoop dat jullie de volle maan energie goed doorgekomen zijn. We zijn ondertussen in het maagdseizoen aangekomen, waarin dat we veel meer weer die verbinding met de aarde hebben. Ik ben zelf ook maagd van horoscoop van zonteken. Dus het is weer thuiskomen. Het is weer gronden, het is weer genieten. Maar tegelijkertijd, let op dat je niet te zelfkritisch bent. Dat je niet neigt naar perfectionisme. Maar kies voor goed genoeg als je nieuwe perfect. En kies altijd voor liefde en licht. En dan creëren we samen, hart voor hart, ziel voor ziel, deze nieuwe wereld. Oh ja, dat vergeet ik altijd. Vergeet niet te abonneren en op like te klikken als je dat leuk vindt. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's die ik upload. Ik had een commitment gemaakt of een toewijding gemaakt om elke dag een video te maken in augustus. Maar zoals je weet doe ik dat ook alleen maar als ik mezelf goed in mijn vel zit. En ik een waardevolle boodschap met jullie kan delen. Verder wat nog. Als je wilt met mij samenwerken, dat kan op verschillende manieren. Of als je van mij wil leren, dat kan via verschillende producten en diensten ondertussen. Dan kan je gewoon heel snel uit gaan zoeken of bekijken in de box onder deze video. Weet je niet goed wat er voor jou nu toepasselijk is, dan mag je mij via de website het contactformulier en dan jouw vraag stellen.
En dan kijken we waar dat je nu al reeds klaar voor bent. Zo, ik wens je een fantastische week. En geef het niet op, want we zijn net aan het begin van een nieuwe wereld, van een nieuwe tijdslijn. De volle maan was eigenlijk de afsluiter van het oude. Dag!